Maassluis. Een prachtige stad aan de Nieuwe Waterweg. Met een bijzonder verleden. Een indrukwekkende reeks sleepboten en bergingsvaartuigen van het bedrijf Elsmit & Co. bepaalde meer dan 100 jaar het gezicht van de haven. Het was vroeger al zo dat ik met mijn fiets naar het hoofd fietste, heel snel, als ik een paar masten zag. Want dan ging ik even gauw kijken welke sleepboot lag er in de haven. Ja, en dat heb je en dat laat je nooit meer los. Wat mij opvalt in deze stad is dat het echt een maritieme stad is. Dus dat zit in de genen als het ware van de samenleving. Zeker heel veel mensen die nu gepensioneerd zijn, hebben een verleden op een boot, op een schip. Een vaarverleden en dat stralen ze ook uit. En heel veel vrije tijd wordt nog steeds besteed aan de schepen, de boten, om die goed te onderhouden. En men is daar ook gewoon buitengewoon trots op. De Stichting Sleepboothaven Maassluis zorgt voor de ondersteuning en promotie van dit bijzondere maritieme erfgoed. Met maar één doel. Dat is om zoveel mogelijk van die historie levend te houden. We hebben 9 schepen, we hebben het Sleepvaartmuseum. Ik denk dat het in de wereld echt een unieke plek is waar mensen graag naartoe komen. Het Nationaal Sleepvaartmuseum verzamelt de rijke sleepvaartgeschiedenis en brengt ze in beeld. In wisselende tentoonstellingen vindt u foto's, authentieke apparatuur en prachtige schaalmodellen. En bijzondere verhalen. De bel van de Eerste Zwarte Zee. En die bel is tientallen jaren later teruggevonden door een bemanningslid in Hongkong. Heeft hem gekocht op de rommelmarkt, zeg maar. En heeft met de bel op zijn schoot in het vliegtuig gezeten en heeft hem hier in het museum afgeleverd. Soms tref je een bezoeker die in het verleden zelf met die apparatuur heeft gewerkt. Al dit spul dat werd geleverd aan de koopvaardijschepen met een machinist. Want iemand moest natuurlijk verstand hebben om het te kunnen repareren. En dat groeide, er kwam een radarinstallatie bij, echoloot enzovoort enzovoort. Maar in principe, de reder had geen eigen radioapparatuur, werd gehuurd, inclusief de machinist. Het Nationaal Sleepvaartmuseum wordt gerund door circa 60 gedreven vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de verhalen over onze rijke sleepvaartgeschiedenis worden verteld. Buiten het museum zijn er in Maassluis nog eens 250 vrijwilligers die het maritieme erfgoed renoveren en in topconditie houden. Zodat u er het hele jaar door van kan genieten. Bijvoorbeeld in mei op de tweejaarlijkse sleepboothavendagen. Daar vindt u de gehele collectie sleepboten bij elkaar. U kunt een tochtje maken op verschillende schepen. En zo de sleepboten van dichtbij leren kennen. Leren kennen van buiten en van binnen. Een nog grotere parade van schepen is te zien tijdens de vlootschouw. Kom eens kijken in Maassluis en ervaar zelf dat de sleepvaarthistorie hier springlevend is. Ervaar Maassluis.